Welkom to my office! Mensen, vandaag gaan we wat leuks doen. Och, dit wordt fantastisch, mensen. Ik denk dat jullie inmiddels wel bekend zijn met de website Fiverr. Dat is een website waar je goedkoop allemaal shit kan fixen. Goed verhaal, lekker kort. Je kan deze website gebruiken om andere mensen een paar dollar te betalen. En in ruil voor dat bedrag doen ze iets voor je. Bijvoorbeeld, I will be your online friend. Voor maar €4,39. I will be your Latin girl model. Oké. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Hier zitten gewoon allemaal mensen op die een beetje geld nodig hebben en die iets kunnen. En nou heb ik een idee. Namelijk... toiletten. Ik moet naar de wc. Oh, dat was top, hè? Wat we vandaag gaan doen is heel simpel. Maak je wel eens foto's van jezelf en denk je... ik zie er niet helemaal uit zoals ik hoopte dat ik eruit zou zien. Als je zo'n kuthoofd hebt als ik, dan herken je dit. En dan kun je plastische chirurgie overwegen. Maar je kan ook gewoon je foto opsturen naar iemand op Fiverr. Voor €10 maakt hij hem helemaal perfect. Spieren, goed gezichtje, wat wil je nog meer? Er is alleen één ding. Hoe zeg ik het zonder arrogant over te komen? Ik ben niet dik. Nee. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ik ben fysiek best in orde. Met andere woorden, oké, stel deze foto. Als ik die nou opstuur naar iemand die zegt, I will make you look skinny, dan gebeurt er niet zoveel. We moeten deze mensen op Fiverr wel een beetje uitdagen. Nou heb ik daar iets op bedacht, maar daar komen we later op terug. Laten we eerst even kijken op deze prachtige website. Kijk hier, dit wil je. Boom! I will make you look like a fit Instagram model using Photoshop. Voor maar €4,39. Godsamme, 2 days delivery. Kan ook nog feedback geven ook. Ja, dit is toch absurd. Boy, yo, dit bedoel ik. Deze knakker is gewoon een beetje aan de vettige kant. In plaats van 2 keer of 3 keer per week sporten, denkt hij, nee joh, mij het schelen, ik betaal gewoon €4,39. Deze moet ik hebben. I will transform any body type into an Instagram model body. Deze man heeft voor zichzelf bepaald wat een Instagram model body is. Links zie ik gewoon echt een lekker wijf. En rechts is ze gewoon een soort platgedrukt. Letterlijk. In het kader van je bent mooi zoals je bent, kan ik dit natuurlijk niet goedkeuren. Want je bent mooi zoals je bent. Begrijp je? Ik kan dit niet goedkeuren. Ondanks dat ga ik hem alsnog betalen. Ik heb voor deze foto gekozen. En dan zie je deze foto en denk je, oké, op zich Kelvin, je ziet er niet prachtig uit. Maar je bent nou ook niet mega onaantrekkelijk. Dus heb ik mijn editors gevraagd om mij wat kilo's extra te geven. Dat ziet er zo uit. Ik ga deze foto naar deze gast opsturen en gaan we kijken wat dit van maakt. Dit is toch niet normaal? Stel je voor, je bent die chick op links. En je moeder volgt je op Instagram. En ineens ziet ze deze, die rechter foto. En denkt, wow, yo, nou, die is ook lekker bezig. Ik ben trots op mijn dochter. Nou, it's fake. Oké, is goed. Nou ga ik voor deze foto. Prachtig. Maar kan nog mooier. Dus ik heb ook deze foto wat overgewicht gegeven. Boom. Zo geven we deze editors een uitdaging. I will Photoshop body muscles. Ja, deze wil ik ook. Deze is gefocust op spieren. Hier zijn resultaten die over... Doe normaal. Geen skinny Instagram model, maar gewoon... de gains. Hier moet ik natuurlijk wel even mijn spieren aanspannen. Ik moet wel even laten zien wat ik in huis heb. Dus heb ik deze foto uitgekozen. Deze gaan we ook doen. Kijk, deze advertentie is letterlijk... I will make your body skinny and remove fat. Dus we moeten wat vet hebben. Daarom heb ik dit magische wonder gecreëerd. Succes, Marca 51. Sorry, ik kom nog langs een van Ahmed Noir. Monier, wat de fuck zeg ik? Het ziet er toch niet uit? Ahmed, ik denk dat je hartstikke hard je best doet. Maar dit is toch helemaal niet mooi? Man, I don't think this makes realistic looking photos. Thank you. Ik wil gewoon even weten hoe dit eruit ziet. Hier, we gebruiken van dit fotootje. Geef hem wat spieren, Ahmed. Succes ermee. Nou kan ik alleen foto's van mezelf gebruiken. Maar het is ook leuk om iemand anders foto's even te gebruiken. Ik heb wat foto's uitgekozen van Nina. Ik bedoel, Nina, ik hou van je. Maar deze foto kan wel wat retouching gebruiken. Ik bedoel, hier. I will get you looking like an Instagram model. Photoshop Pro Edit. Wat wil je nog meer? We gaan gewoon kijken of deze wat moois kan. Het is toch echt niet mooi? Highly creative, technically skilled individual. Ja, ik zie het. Hier ga ik ook gewoon een foto van mezelf van Nina opsturen. En dan gaan we het zien. Het is nog steeds Kelsember de maand waarin ik elke dag upload. Daarnaast maak je ook elke dag... Daarnaast maak je elke dag van de maand kans op een gratis stukje merchandise van mij. Ik heb bij je. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op deze gratis hoodie is even je Instagram achter te laten in de comments en mij te volgen op Instagram. En dan maak je kans. De Photoshop zijn binnen, mensen. Beautiful. Er zijn een aantal mensen over de hele wereld aan de slag geweest om mijn foto's enigszins mooi te editen. Ik heb ze daarvoor betaald en we gaan nu kijken naar het eindresultaat. Ik heb hoge verwachtingen. De eerste foto was deze. Die prachtige puistfoto. Bij elke persoon had ik ook een berichtje gestuurd. En bij deze had ik gezegd, can you do some retouching? Get rid of the red pimples in my face and make me look very clean, like a handsome man. Which I'm clearly not, ha. Can you also make the colors a bit warmer and change the background to the beach? Nou, we gaan kijken. Nou, dit is best wel aardig. Hartstikke goed.
En dit is de versie met... Eerlijk gezegd valt me niks tegen. Je hebt het hartstikke goed gedaan, Gemma Designer. Maar dit is natuurlijk nog maar het begin, hè. We hebben natuurlijk toch wel een tikje overdrevenere foto's laten photoshoppen. Waaronder deze. As you can see, I'm not a very skinny model, but I want to be. Please help me. Can you edit my body so that it looks like I'm a skinny muscular model? Ik ben zo benieuwd, joh, wat ze hiervan gemaakt hebben. Kijk of ik er een beetje gespierd uitzie. Dat ziet er toch niet uit. Mijn hoofd is veel te klein voor... Ze hebben er wat van proberen te maken, dat moet ik ze nageven. Maar dat vatsige buikje wegwerken is toch moeilijker dan verwacht. Nou, ik heb deze foto ook nog naar iemand anders gestuurd. Die al mijn vet zou gaan removen. Ik ben benieuwd of het gelukt is. Ja. Ik weet het niet hoor. Dit vind ik nou niet echt heel skinny. Ik bedoel, het is ook niet dikkig, maar ik had verwacht dat ik dunne armpjes zou krijgen. Dat ik dunne bukbeendertjes zou krijgen, maar nope. Deze is gefaald. Mission failed. We'll get them next time. Dames en heren, laat ik jullie deze woord fenomenaal. As you can see, I'm not very muscular. I'm fat, but I want to look nice. Can you please help me look athletic? Make me skinnier, add six-pack and strong muscles. Please change my hair color to red. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd naar deze creatie. Toch niet. Dit is toch ongelofelijk. Ik had niet verwacht dat het perfect zou zijn, maar dit slaat echt alles. Het ziet er niet uit. Het is echt lelijk. Fail. Big fail. Hier heb ik godsamme een paar euro voor betaald. Voor dit stukje pulp. Even voor de duidelijkheid mensen, ik oordeel niet over mensen die een paar kilo's te zwaar zijn of veel te gespierd zijn. Ik wil gewoon kijken als je zo'n soort foto naar zo'n gast stuurt, wat er dan gebeurt. Ja, dat is dus dit. Oké, de volgende foto was een beetje vertraagd, dus daarom dat ik het even op een ander moment opneem. Het is een paar dagen later. Het gaat om deze foto. I'm not very muscular, but I want to look muscular, so can you please help me to look strong? Abs, six pack and biceps. Please fully retouch my body. Make me look tanned. Nice brown color and I want to look very athletic. Nou, daar gaan we. Kom maar op met dat atletische lichaam. Nou, holy shit. Dit is best wel gruwelijk. Ik ben een fucking kastu bro, lekker. Deze krijgt zeker een 9. Het ziet er allemaal best wel realistisch uit. Knap werk. Proficiat. Dan nog eentje die is vertraagd. Komt die. I wanna look like a fit Instagram model. Can you make me a bit skinnier and some more muscles please? Abs and six pack on my belly and some biceps. Biceps. Make me look like a handsome skinny muscular boy in my skinny color tent. Do it. Dan gaan we. Boom. Nee, ik geloof het niet. Jeetje, die aders. Wow, yo. Nee, dit ziet er niet goed uit hoor, hé. De spierballen, daar word je niet vrolijk van. Ik vind dit geen, ik vind dit, nee. Gadverdamme. Dan komen we aan bij de foto's van Nina. En daar kan ik natuurlijk zelf op reageren, maar ik kan ook Nina even roepen. Nee. Je hebt zo'n website Fiverr, daar kun je mensen voor 5 euro foto's laten bewerken. Nee, daar heb ik ook een foto's van jou opgestuurd. Dat heb je gezegd, maak haar knap. Dat is onmogelijk. Ik heb deze foto opgestuurd. Ja. Please do some photo enhancing, skin retouching, less spots and more smooth. Okay. Gewoon basic. Mm-hmm. Nou. Op zich. Ja, ik kan wel zien dat het echt bewerkt is, maar dit is oké. Dan heb ik natuurlijk nog even een andere. Deze foto van jou. Ja. En ook een foto van mezelf natuurlijk. Please take away my spots and pimples, make my skin look soft. Also add a lot of makeup on my face like I'm going to a party. Just a lot would be nice. So I look like a doll and give me a nice smile with white teeth. Hier, makeup preferences. I like purple and yellow and glitter. You can go wild. Wat is er? Oh, ja, dan gaan we nu even naar kijken. Ik vind het dus helemaal niet zo slecht. Je lijkt niet eens op jou. Nee, niemand zal mij ooit herkennen. Maar ze heeft precies gedaan wat je vroeg. Ja, dat is waar. Maar je bent echt een soort dol. Ja, maar dat was ook jouw vraag. Daarom, dus je bent hartstikke goed gedaan. Ja, wat heeft ze met mijn wenkbrauwen gedaan? Dat viel mij niet eens op. Ik vond het best wel cute. Voor de mensen die het vragen, ik ben ook gewoon thuis aan het werk. Dus ik ga weer naar boven. Nee, ik heb nog één. De laatste. Ik vind het echt helemaal niet slecht. Nee, maar ik vind het gewoon heel lachwekkend. Kijk hoe het eruit ziet. Ja, maar jij hebt het gevraagd, schat. Ja, maar dat is toch heel grappig. Het is precies zoals ik wilde. Dankjewel. Je hebt het echt goed gedaan. Oké, nou, ik zal deze even naar je doorsturen. Dan kun je hem even op Instagram plaatsen. Ja, dag. Ga ik deze, echt niet doen. Kun je deze even posten? Doe ik elke keer. Wat een fantastisch experiment.